Peter, we zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig. Wie speel jij? Ik speel voorzitter Huisman. Voorzitter Huisman is burgemeester van Heerenveen geweest. Burgemeester van Westellingwerf. En hij was voorzitter en erevoorzitter en elftal leider van de sportclub. Ja. Toen het nog een echte groep amateurs waren. En de heer Huisman heeft een beetje in het noorden bij die club de mental speech, de pep talk heeft hij geïntroduceerd. Het was een man die een zeer rijke, gebeeldhouwde taal de mannen toesprak in de hoop dat het een team werd, een hechtblok, een groep vrienden die zouden knokken voor de hoogste sportieve eer. Ja, we kennen nu allemaal gigantische voetballers als Gullit, een Van Basten, een Cruijff. Maar in die tijd was er eigenlijk echt maar één, hè? Dat was Abel Enstra. Ja, kijk, en die andere jongens die weten we nu natuurlijk allemaal, omdat er is in onze communicatiewereld is er heel wat veranderd. Dus waar die jongens ook voetballen in het buitenland, we staan er bovenop. En dat was natuurlijk in de 50e jaren was dat een heel ander verhaal. Maar ik denk dat je qua populariteit, en ook zeker in het buitenland, Abe mag vergelijken met de grote jongens van nu. Ja, want hij heeft in geloof ik alle interlands meer dan 900 doelpunten gescoord. Ja, die man heeft is ongelooflijk productief geweest. Ja. Hij heeft waanzinnig veel gescoord. Ja. Wat herinner jij je nog van Abe als echte Fries? Nou ja, kijk, ik ben in 47 geboren, dus dat ter informatie. Maar ik weet mij wel te herinneren dat bijvoorbeeld in de jaren 50, toen ik nog een klein manneke was, dat het in Heerenveen, maar in Friesland, maar ook in heel Nederland, dat eigenlijk Abe al legendarisch was bij zijn leven. Ik bedoel, de wedstrijden, zeker in het noorden ook, de derbies tegen Bikwik en Heerenveen, dan liep dat in het noorden, liep de hoop naar dat soort wedstrijden. Ja. Ja. Het wordt gespeeld in een stadion, echt stadion. Er werken maar liefst 500 mensen mee. Er zitten in totaal zo'n 500 mensen bij. Er zit een fantastisch showorkest bij uit Sneek. Dat is Advendo. Ook mensen die, geloof ik, internationaal nogal wat prijzen hebben gewonnen. Er zitten honderden amateurs en vrijwilligers bij. En het hele stadion wordt echt letterlijk en figuurlijk van onder tot boven, van links tot rechts, wordt het gebruikt. Het speelt zich in alle hoeken en gaten en op het hele veld speelt het zich af. Het publiek moet ook meedoen, hè? Het publiek wordt er natuurlijk in heftige mate bij betrokken. Omdat de doelpunten van die legendarische wedstrijd waar het dan opgehangen is, Heerenveen-Ajax in de jaren 50, dat de Heerenveen toch met 5-1 achterkwam en op miraculeuze wijze die wedstrijd nog heeft gewonnen met 6-5. En die doelpunten lopen allemaal als een rode draad door het hele verhaal. Ja. Morgen de première, hoeveel voorstellingen spelen jullie? We spelen er tot en met zaterdag. En ik moet je zeggen, wat we nu met de kaartverkoop meemaken, dat gaat nu echt stormlopen. Dus mensen die nog willen komen, kunnen altijd bellen naar 06-9203. Want het is in feite maar deze week, en dan weet ik wel, er kunnen natuurlijk 10.000 mensen kunnen erbij. Maar we moeten echt proberen om de mensen uit de stoel te krijgen daar naartoe. We hebben gisteren een try-out gehad. En ik moet je zeggen, dat was fantastisch. Ja. Ik kreeg er ook een kick van, want de mensen gingen spontaan uit de stoel. Ja, ja, ik heb het gehoord. Dus het is een waanzinnig spektakel. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Jij gaat nu weer in gezwinde spoed terug. Ja, ik ga weer terug. We hebben vanavond zitten op je te wachten. Vanavond hebben we nog een try-out. Hebben we morgen de première. En kwam 19 jaar lang uit voor het Nederlandse elftal. Us Abe, oftewel Abe Lenstra, befaamde linksbinnen van FC Heerenveen. Morgen gaat een theaterspektakel over zijn leven in première. Nieuwslijn was bij de generale repetitie. Ik kan het bijna niet omschrijven. Het is een alles wat je maar kunt voorstellen, wat er mogelijk is in zo'n stadion. Ja, dat gebeurt eigenlijk ook. Van theater tot aan spektakel. Het is echt het is gigantisch. Ja. In Abe wordt het leven van de in 1985 overleden Heerenveen-speler in een aantal scènes in beeld gebracht. Als rode draad loopt de legendarische wedstrijd tegen Ajax van 7 mei 1950 door de taferelen heen. Die wedstrijd werd in het laatste half uur een 1-5 achterstand omgebogen in een 6-5 overwinning. Abe Lenstra is een hele legendarische voetballer geweest die nog steeds in Friesland leeft. En misschien moet ik zelfs cynisch genoeg zeggen, sinds zijn dood nog meer leeft. Er zijn heel veel verhalen over die man. En in de jaren 50 was hij zo populair, denk ik, omdat hij erin slaagde om het grote, onoverwinnelijke Ajax, wat helemaal uit Amsterdam kwam, om dat te verslaan.
En ja, Abe is een grillige voetballer. Maar het is ook een man die staat eigenlijk voor het overwinnen van het underdog-gevoel. Abe wordt opgevoerd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging Heerenveen. Al wekenlang is er door de 400 acteurs en figuranten gerepeteerd. Dat geldt ook voor de voetballers van Heerenveen die de 11 doelpunten moeten naspelen. We hebben krantenknipsels van die tijd. Hebben wij niet zelf gelezen, maar de trainer. En die heeft daar dus goed naar gekeken en de naam opgeschreven van de assist en de doelpunten maken. En dan kunnen we ze in grote lijnen kunnen ze heel nauwkeurig naspelen. Maar het moet speciaal voor je zijn om Abe na te spelen, zo'n groot spektakel. Ja, als je een toneel zou gaan spelen en daar in een wedstrijd na gaat spelen en je speelt de beste speler, dan is het wel apart. Maar zo moeilijk. In het stuk worden alle registers opengetrokken. Naast voetbal en dialoog zit er opera in, acrobatiek, landt er een helikopter op de middenstip en zijn er massascènes. Dit alles begeleid door muziek, geluidseffecten en een lichtshow. Abe was een voorstelling waarvan wij zeggen dat hij nog nooit in de wereld gemaakt is. En als hij al een keer wel zo gemaakt was, dan hadden we het wellicht wel gehoord. Het is een combinatie van een groot spektakelstuk met daarin gemonteerd kleine stukjes voetbalwedstrijd. Er zijn wel voorstellingen gemaakt over sporters, maar dan ging het erover. Maar hier zie je ook een wedstrijd die maar nagespeeld wordt. Abe Lentstra. Hij was tijdens zijn leven al een legende. Hij beschikte over een fantastische techniek, waardoor hij in officiële wedstrijden meer dan 900 doelpunten maakte. Zijn populariteit was dan ook enorm. Overal waar hij kwam, werd hij door fans bestormd. Wim Molenaar was teamgenoot en vriend van Abe. Hij volgt alle repetities op de voet. Ik zie Abe in werkelijkheid steeds al lopen dan. Hè? Het is een beetje donker en dan beetje treurige muziek erbij, dan doet het je wel wat. Dat doet u wel wat? Ja, ja zeker, omdat je een goed bevriend met hem geweest bent. Naast Abe speelt nog een andere voetbaltycoon een rol in het stuk, Rinus Michels. Op onnavolgbare manier gespeeld door Maarten Spanjer. Voetbal is niet meer het voetbal dat het was. Een speler als jij die krijgt de tijd niet meer, omdat die tijd niet meer gegeven wordt. De accent gaat u echt wonderbaarlijk af. Nou, ik ken hem inmiddels al zo'n 25 jaar. Als jongetje stond ik altijd naar de trainingen van Ajax te kijken. En, toen mocht ik ook het veld op, mocht ik de ballen terugschieten. Begrijpt u zijn volzinnen? Nou, die zijn vaak onbegrijpelijk. Ik begrijp zelf soms niet wat ik nu zeg, hoor. Hoe zou Abe het zelf hebben gevonden, zo'n spektakel? Nou, hij uitte zich nooit geweldig enthousiast. Hè. Hij stond het nooit veranderd. Hij roemde ook zijn eigen prestatie nooit. Hij was altijd bescheiden tot en met. Maar ik weet wel zeker, innerlijk zou hij het wel prachtig gewonnen hebben. De mysterieuze krachten van de sport. Zo'n gekke wedstrijd heb ik van mijn leven niet gespeeld. Voor belangstellenden, er zijn nog steeds kaarten te koop voor Abe. Op 7 mei 1950 versloeg Heerenveen Ajax thuis met 6-5. Nadat de Friezen eerst met 5-1 achterstonden. Grote uitblinker was Abe Lentstra. De wedstrijd uit 1950 is de rode draad in een theaterspektakel over het leven van deze legendarische voetballer. Plaats van handeling uiteraard het Abe Lentstra stadion. Vanmiddag werden in het stadion de laatste voorbereidingen getroffen. Bijna 500 acteurs en figuranten zette in een groot spektakel het leven van Abe Lentstra neer. Opera, vuurwerk, een lichtshow en heel veel kostuums. Volgens de regisseur gaat het om een unieke voorstelling. Je wordt meegenomen op een prachtige tocht door voetbalfragmenten heen. Maar ook door allerlei prachtige locaties, licht- en geluidseffecten. Dus het is een totaal spektakel wat nog nooit vertoond is. Dus ja, dat is natuurlijk een beetje lastig. Het is echt nog nooit op de wereld vertoond. Uus Abe, zoals de Friese hun bekendste voetballer noemde, scoorde in zijn loopbaan meer dan 900 doelpunten. Lentstra stond bekend om zijn eigenzinnigheid, maar vooral toch om zijn fluwele techniek. Ja, als je een toneel zou gaan spelen en daar in een wedstrijd na gaat spelen
en je speelt de beste speler, dan is het wel apart. Maar zo moeilijk. De afgelopen dagen werd in het stadion nog druk gerepeteerd. Geen overbodige luxe, want de doelpunten van de wedstrijd uit 1950 moeten natuurlijk wel opnieuw worden gemaakt. Ja, het moet natuurlijk echt 6-5 worden. Tot dusver is het altijd nog 6-5 geworden. Een aantal spelers uit het team van 1950 zal de voorstelling bijwonen. Een van hen is Wim Molenaar. Theaterspektakel Abe in première. Honderden acteurs, onder wie twee elftallen, zetten het leven van de Friese voetballer Abe Lenstra neer in het naar hem genoemde stadion in Heerenveen. Rode draad in het stuk is de wedstrijd Heerenveen-Ajax uit 1950. In 1950 zag Abe Lenstra kans om een 1-5 achterstand tegen Ajax om te buigen in een 6-5 overwinning. Tijdens de wedstrijd werden de Friese behoorlijk gepest door Rinus Michels, die toen voor Ajax speelde. Eerst wel even. Ja, we komen ook achter met 5-1. En nou ja, dat gaat nu nog zo, maar zet het recht en dan is het andersom. Dan pesten we het terug. Tussen de bedrijven door wordt het dagelijks leven van Abe neergezet. Als jongetje droomde hij al van voetbalschoenen. Mijn broer die had de oplossing om van een paar lakschoenen de hakker af te slaan. En dan blijven de spijkers die blijven zitten. En dan zegt hij van, dat zijn de proppen. En dan denk ik, yeah, voetbalschoenen met proppen. Dan kan ik eindelijk voetballen, kan ik iedereen laten zien hoe ik kan voetballen. In zijn glorietijd weigert Abe in te gaan op een aanbod van de Italiaanse club Fiorentina. De voorzitter van die club wordt in de voorstelling samen met zijn assistenten per helikopter binnengehaald. Maar Abe denkt er niet aan om voor veel geld naar het buitenland te gaan. Ja, heel gek. Ja, kunnen we ons nou niet meer voorstellen. Het was natuurlijk een tijd waarin profvoetbal niet bestond. En hij heeft gekozen voor zijn baan die hij hier had, omdat er een pensioen aan vast zat. En in de jaren 50 was het een heel groot goed om dat te hebben. Op zijn 56ste krijgt Abe een beroerte en komt hij in een rolstoel terecht. Hij gaat op vakantie naar Amerika en ontmoet er Rinus Michels, gespeeld door Maarten Spanjer. Er wordt nog een benefietwedstrijd voor Abe georganiseerd, maar de opbrengst is maar 1000 gulden. De acteur die de oudere Abe speelt was aanwezig bij die legendarische wedstrijd in 1950. Dat je dat nog eens een keer mag spelen, die persoon. De man met de fluwelen paas, de grootmeester van het groene veld. Hij was de Friese voetballegende Us Abe Lenstra. Vanavond ging in Heerenveen, 10 jaar na zijn dood, een toneelstuk in première over het leven van Abe. Een stuk met 500 figuranten en acteurs en 22 voetballers. 6 avonden toneel in een voetbalstadion. Wij brengen daarom vanavond een portret van Abe, gemaakt door Gerard Brinksma en Joost Galema. In het Stedelijk Museum hangt een klee. Ik vind het mooi, maar ik kan er niets mee doen. Een warme violist speelt Händel in het concertgebouw. Ik vind het mooi, maar ik kan er niets mee doen. Alleen als Abe Lenstra zwijgend speelt met tegenstanders en een oerbesef, laat ik een traan op het asfalt van de kunst, want ik vind het mooi, ik kan er niets aan doen. Een kunstenaar, ja. Met een bal, een grote, ja, een tovenaar, kan je rustig zeggen. Hij passeerde namelijk, als hij in topvorm was, ging dat linkerhandje zo wat omhoog, net als een balletdanser, weet je wel, zo. En dan ging hij, en dat is nooit op, ging hij niet net als Cruijff, hup, die kant op, die kant op. Hij passeerde 4, terwijl hij nooit een centimeter van zijn spoor af geweest is. Rechtuit ging dus. Dus door zijn schijnbewegingen vielen ze als kegels, begrijp je wat ik bedoel, vielen ze weg. Nou, dan word je toch knettergek. Als je nou een voetballer is, dan word je toch helemaal hysterisch, man. Dat deed je. Dan zie je toch iets wat je nog nooit gezien hebt. Nou, dat deed hij, man. Allemaal nog hetzelfde, zo'n beetje. Maar ja, wij hadden hier, ja, mijn vader had een grasveld, die zou ik maar zeggen, daar. En dan waren wij hier met z'n tweeën. Hier met z'n tweeën hebben we heel wat afgevoetbald hier. Daar hadden we een schutting en hier was een schutting, maar dit was er natuurlijk niet. En dan hebben we hier heel wat aan het voetballen geweest met z'n tweeën. Hier,
daar en daar. Nou, ja, de zogenaamd een roltje van die schutting, zou ik maar zeggen, met krijt erop, weet je wel. En dat was dan het doel. En wat koppen en een beetje bal hoog houden en dergelijke dingen meer, dat deden wij hier allemaal al. Ja, die is lang overleden. Ja. En hoe je die horen? Ja. Jan Langstra. Ja, precies. Dat is deze man. Ja, dat is ook een keer. En dan kan mijn naam maar even niet. Kan we even voetbal in praten? Ja, dat is hier ook. Abel Langstra is een hele goeie kerel. Ja, dat is een hele goeie kerel. En Jan Langstra, dat is deze man, ik een goeie kerel. Abel Langstra kan wij net zijn voetbal in. Hij nam zo'n kopje en even op het hakje, hè? Ja, denk ik. Hij nam zo'n hakje en kopje. Hij zag er leuk uit. Het was een echte sportfiguur, maar hij blonk in alles uit. En dat vonden die meiden natuurlijk allemaal prachtig. Die waren er lyrisch over. En ik vond het helemaal niet zo leuk, want ik vond het maar een eigenwijze knul. Want hij dacht dat hij alles beter kon, maar het ergste was, hij kon ook alles beter. Moeder die had altijd heel graag een kind willen hebben met bruine ogen. En Abe had bruine ogen. Dus die viel gelijk in de smaak bij mijn moeder. Het was direct de lieveling. En dan Abe, jongen. Een speciaal cadeau voor een zeer speciale speler. Volg mij, Abe. Kijk eens hier, mijn jongen. Jawel. Dankjewel, postbode. Dankjewel. Ja, je moet gaan laten bezoeken. Ja, dankjewel. Ja, bezoek. Abe. Ja! Ja. Finis. Het was een fenomenale voetbal. Ja, klopt. Ja. Hij hoefde in wezen maar heel weinig te doen, dan stond het stadion al op zijn kop. Dan moet je de hele wedstrijd verder niet meer doen. Of niet, Jan? He? Nou, zijn gemiddeld rendement lag misschien iets lager, omdat hij in het spel vrij lui was, vond ik. Ja, pas, klopt. En als je dan het gemiddelde neemt van 10 wedstrijden, dan waren er misschien 3 die waren niet zo geweldig. En 2 waren gewoon, ja. Maar 5 waren buitengewoon. Maar ik zie nog wel in die wedstrijd van MVV Heerenveen, toen Heerenveen met vliegtuig gegaan is en Abe met auto. Abe dacht niet in een vliegtuig. Heb ik nog nooit zo best in voetballen als toen. Had ik 4 ballen, kon ik het net verhalen. In 5 minuten tijd. Had ik dan niet de bal aangeraakt. Maar we stonden met de pauze, stonden 4-3 voor achter. En we wonnen die wedstrijd met 7-6. Ik heb nog nooit zo best in voetballen. Fantastisch. Voor Nederland de tweede naar rust de 60 van de hele wedstrijd, terwijl de Duitsers er 3 hebben genomen. Weer een kans van Koppel op de schieter. Goal! Ja, Appelens, daar is de bal in de kop. Hij had wel eens 20 minuten, dan zag hij hem helemaal niet. Dan had hij zijn energie had hij opgespaard. En dan explodeerde hij. Dan liep hij soms 4-5 kerels voorbij, net op stonden ze er helemaal niet. En ik bedoel, daar heb ik nooit met hem over gepraat. Dat hoefde niet, dat zag hij gewoon gebeuren, maar ik snapte het heel goed. Het was net als ik het zelf in mijn fantasie. He? Snap je wel? Dus het was een soort ideaal wat je zelf wel graag had willen wezen, zo. Er kwamen ook wel eens mensen hier, dan was Abe niet zo gemotiveerd en dan kwamen ze speciaal om Abe te zien voetballen en dan deed hij niet zoveel als anders. Dan vroegen ze, wie is nou Abe Lente, want we kunnen het helemaal aan het voetballen niet zien. Het heeft een soort mythe gekregen. Ja, het was... Als een persoonlijkheid, hè, dat het een beetje mythevorming werd. Ja, mythevorming. Want mensen die de publiciteit zelf zoeken, dat blijft een tijdje interessant. Ja. Maar dan begint het te vervelen. Maar hij was teruggetrokken. Ja, dat, ik geloof dat dat juist een reden geweest waardoor de interesse groter werd. Het was een gesloten figuur. Die liefst na afloop van de wedstrijd
Als je hem niet gauw een hand gaf, was hij al weg. We hebben wel gespeeld en ze zeggen, nou, we gaan een glaasje drinken, een borreltje of een biertje. Nou, daar hoeft hij niet meer naar te kijken. Die had zich omgekleed. Volgens mij was hij zich ook niet altijd. Maar in ieder geval, wij gingen onder de douche. Als we onder de douche vandaan kwamen, was hij al weg. Had hij geen zin. Hij is uiterst bescheiden geweest zijn hele leven. Nooit vooraan staan en plat te gaan op zijn prestaties en zo. Dat was Abe helemaal niet. Als er iets gebeurde of zo, meerwaardig lacht hij altijd maar. En, want de mensen die zeiden ook vaak dat hij is zo stug, hè? Maar dat heeft uiteindelijk, het publiek heeft hem zo gemaakt. Want in een intieme kring, zo met ons, als wij weg waren, dan hield hij wel van gezelligheid en leuke grapjes en zo. Op onze tocht door het wijde Friese land zijn we in Heerenveen Abe Lentstra tegengekomen, die in gezelschap van zijn vrouw en dochtertje ook onze goed vaderlandse sport ging beoefenen. Een hele beste man voor het gezin. Hij leefde eenvoudig, niet drinken, niet roken, 's avonds op tijd op bed. Daarom was het ook wel eigenaardig dat hij eindelijk een hersenbloeding kreeg, want hij was eigenlijk zo gezond als een vis. Maar ik denk meer dat het een erfelijke kwestie was, want zijn vader die had ook wel zoiets. Van je ongeluk. Ik ben normaliter niet zo'n contactman, maar ik was bijna bij je op bezoek gegaan. Ik zou toch niet graag met je willen ruilen. Toen ik in het ziekenhuis mijn tweede hersenbloeding eroverheen kreeg, toen wuifde ik al een beetje met mijn handje. Abe, dacht ik. Het is gebeurd. Hij hoopte nog steeds beter te worden. Dat was zijn kracht, denk ik ook. Dat hij altijd zo opgeruimd was. Want hij had altijd dingen, bijvoorbeeld gras maaien. Als ik het gras ging maaien, dan zegt hij, ach, nog een jaartje, dan doe ik het weer voor je. Hij had altijd het idee van, nou, het komt wel weer goed. Ik heb hem ook nooit horen klagen enzovoort. En dat verwonderde mij ook. Want ja, je zit in een rolstoel, dan is je leven heeft wel een dusdanige knak gekregen om daarover te pieken. Maar hij was een zogenaamde binnenvetter, zeggen wij dan. Hij kropte nog wat in zich op. Ook met de spanning voor een wedstrijd vroeger. En, ze zeiden, nou, Abe is niet nerveus, maar dat was hij inwendig wel hoor. Alleen, je kon het niet bij hem merken. Het was eerst wel een ommekeer, hè. Want ik heb het nu nog wel, als ik het nieuwe stadion, er staat een monument van Abe, en dan zet ik de fiets daar in die hoek, kom ik om de hoek en dan heb ik recht het gezicht op Abe. En vooral als het dan wat triest weer is, wat regenachtig weer is, dan denk je, nou, daar staat hij. En dan komen die herinneringen weer boven. En dat is toch altijd nog wel emotioneel, vind ik. Hoor. Ja, ik mis hem wel. Over dit portret van Abe Lentstra. Abe Lentstra, rondom de beroemde wedstrijd Ajax-Heerenveen in 1950 werd een groot theaterstuk opgevoerd. Gisteren was de première en wij waren er voor u bij. Theaterspektakel? Nou, heel mooie dingen. Ik heb al twee try-outs gezien de afgelopen dagen. En het is iets unieks uiteindelijk. Hè? Het is theater en voetbal, dat tref je eigenlijk nergens. Hè? Maar dit is prachtig opgezet. Er worden voetbalflitsen van Abe gezien en van die wedstrijd Heerenveen Ajax 5-6, dat is wel bekend zo langzamerhand. En uit het leven van Abe. Hè. Bent u nou ook een beetje trots omdat in zekere zin gaat het ook om u, omdat u die bewuste wedstrijd ook hebt gespeeld? Ja, ik wou ook gespeeld in dat stuk. Hè. Want ik was wel een man die speciale grappen op de training maakte vaak. Want ik heb allemaal over de jaren plakboeken bijgehouden. En ik heb zelf een boekwerkje gemaakt wat we allemaal beleven in de training van die leuke voorvallen. En die komen nu in dat stuk ook weer voor. Ja.
u er tot nu toe van? Schitterend mooi. Schitterend, ja, geweldig. Ik vind het fantastisch. Een geweldig spektakel. Ja, gewoon de hele sfeer, de hele entourage. Zo'n spektakel, het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Je hart begint er sneller van te kloppen. Als je dat ziet, zo allemaal met de apen. Wat wel heel aardig is, dat het gewoon ook in Fries gespeeld wordt. Dus dat er geen concessies worden gedaan aan de grote media, maar dat het gewoon in Fries gespeeld wordt, of in Stelling werden. Je hoort gewoon de dialecten die hier gesproken worden, die hoor je gewoon. En dat versterkt gewoon zo'n spektakel natuurlijk. Alleen jammer voor die mensen die dat niet kunnen verstaan, maar ja, zo is dat. Ik heb de echte wedstrijd ook gezien hoor, voor jaren terug. En de oude tijden herleven nu? Ja. Ik moet je zeggen, ik heb dit geloof ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt in zo'n stadion. Wat zo toch een dikke 2 uur zo meegaat en zo meebeleeft. En aan het einde dus zo massaal uit die banken gaat. Het is werkelijk uniek, jongen. Je krijgt er toch een beetje kippenvel van, moet ik je zeggen, hoor. En je moet toegeven, laten we eerlijk zijn, Nederland moet dit gewoon zien. Ze moeten toch gewoon 06-9203 bellen. Dit moet je toch zien, dit mag je toch niet missen. Mee eens? Ja, en wie zegt dan nu nog, na het zien van dit filmpje, dat Friese nuchter zijn? Niemand, toch? Première van Abe. Tussen de 6.000 bezoekers binnen het tjoegen van het voetbaltheaterspektakel. Het vertelt patten van het libbesverhaal van de legendarische Abe Lenstra. En verhaalt ik hoe de gebeurtenissen nu die tiert, liek als de Tweede Wereldoorlog en het huwelijk van prinses Juliana. Abe! Een broertje. Nou, ik vond het prachtig. Ik vond het een geweldig spektakel, maar het was ook nog echt toneel. En het laatste is eigenlijk het gekste, want het eerste kun je wel verwachten op zo'n groot voetbalveld. Als je dat, maar dat het daarbij ook nog een echt toneelstuk was, zeg maar. Waar je ook geboeid naar zat te kijken wat er gebeurde. De actie, niet alleen het spektakel. Dat vond ik zo mooi. Dat wij nu kennis mogen geven van het huwelijk van onze dochter, kroonprinses Juliana en haar verloofde, de heer Bernard van Lippe-Biesterveld. Oranje boven, oranje boven, leven de koningin. Dat is fantastisch. Ik vond het fantastisch. Heel ontroerende momenten, heel spectaculaire momenten. Geluid allemaal goed, fantastisch. Gewoon één woord. Tot zoiets mogelijk is in Friesland, vind ik toch wel iets heel erg sterks ook voor Friesland. Hoor, heel erg goed. Wij worden noordelijk kampioen. Wij doen mee in de laatste competitie. Wij worden Nederlands kampioen. We winnen van Ajax. Ik ben van de leeftijd dat ik nog heel goed weet dat hij speelde. En dan wist je. Al die dingen die ik nu vanavond weer hoorde, was ik wel een beetje vergeten. Maar Italië, nee, toch blijven. Dan wel naar Enschede gaan. Voetbalmoe. Niet op de linksbinnenplaats opgesteld worden. Dat komt bij mij allemaal weer boven, want dat wist ik in die tijd wel. Alleen, ik zag hem niet. Want tegenwoordig ziet iedereen voetbal door de televisie. Maar ik woon in Rotterdam, dus ik kwam niet zo vaak in Heerenveen. Maar ik hoorde het altijd op de radio. En wat werd het snijden? Willen wij snel een kampioen? Ach ja. Wat ik zei ze boer, kist ook van mij kaartjes van snel regelen? Jo. Abe, wat wie een stolbeest. Wat een prachtige goal. Geweldig. Ik moet u zeggen, volgens mij moet het een fantastische voetballer zijn geweest. Maar in ieder geval iemand, ik ben een grote voetballiefhebber, die bij mij bekend is als een van de beste voetballers in Nederland ooit heeft. Ik heb misschien wel de allerbeste. Het is ook heel aardig het publiek dat de jongens staan de ovatie, dat is een goed teken. En daar reageren we maar op, dus we vonden het goed gang. En maar de doelpunten?
Ja, in je doelpunt zie je even een hapering in, maar weet je welke doe je? Ik weet het net. Nou, dan haal het hier in het murk en dan is het goed. Nevens de organisatie van ABBA rint het mij de verkeer van de kaartjes dat het sliet jaagt. Dat vanzelfs troch de lovende recensies. Sneurtioen is al haast uitverkocht. Voor Joen en Mon binden nog wel kaarten te krijgen. Blanco check? Blanco check! Daar moet ik eerst met mijn vrienden en mijn vrouw over praten. Scusa. Daar moet ik eerst met mijn vrouw en mijn vrienden over praten. Scusa. Daar moet ik eerst met mijn vrienden en mijn vrouw op praten. Ah, sì! Sì! Ha capito! Arrivederci, domani mattina! Ja, ja, ja. ...8 juni 1951 en nu ben ik al in. Heerenveen blauw-wit. Heerenveen blauw-wit zonder Abel Enstra. Competitiewedstrijden. Kampioenscompetitiewedstrijden. Abe, Abe. Wij vechten voor elkaar. Wij verdragen het als een ander een zwak moment heeft. En wij lopen zelf liever één stap sneller dan dat wij gaan lopen schimpen. Vrienden, ik spreek tegen jullie van hart tot hart. Je probeerde van hart tot hart iets kwijt te raken wat je meende dat een club als Heerenveen moest wezen. Je wou het eigenlijk ideeel gesteld. Een leerschool voor het leven maken, die voetbalclub. En dan gebeurt er iets wat denk ik heel dicht bij de ziel van Noordelingen leidt, of van überhaupt van mensen die denken dat ze geen kans niet leven hebben. Of misschien echt in de werkelijkheid zelfs geen kans niet leven hebben. Namelijk, hoe realiseer je jezelf? Hoe word je jezelf dat je binnen? Nou, daar maak je dan een hele grote spektakelvoorstelling omheen. Maar ik denk dat het basisgevoel is dat, toch dat losersgevoel. Als ik de scène, waar ik zelfs het meeste moeite mee aan heb, is de scène waarin hij in het Nederlands elftal op een gegeven moment zei, als Noordeling moet je 2 klassen beter wezen. Omdat gewoon Tatian, dat A, je gevoel is en B, de werkelijkheid is. Klinkt dan. En daver het ver in het rond. Abe, dat was toch nooit meer selecteerd? Nou, komst toch nooit weer in het Nederlands elftal? Nee. Ik ben een Noorderling. En naar een Noorderling werd net luisteren. Een Noorderling moet altijd 2 klassen beter wezen. Wij willen graag eigenzinnig wezen, Abe Lenstra, wie het? Die zien dingen. En het denk ik dat het belangrijkste is hier in Friesland, is dat hij op een gegeven moment het van wil krijgen om dat grote Amsterdam, wat ze 4 fort is in de jaren 50, om dat te verslaan, om Ajax te verslaan. Die Friese ploeg die verslaat het grote Ajax. En
dat wie een skerig verhaal, want Ajax kent elke nieuw. En de wedstrijd Heerenveen Ajax, dat werd ik in de rand zet. En dat is heel skerig. Elke nieuw herkent in feite de strijd van een lietse ploeg, als Heerenveen is, een onbekende ploeg in Europa, met het grote, machtige Ajax. En elke nieuw denkt, eigenlijk hoop je wel dat Heerenveen wint. En de laatste keer dat Ajax in Heerenveen spelen, wie het treien. Lest, het oude nog zin, dus het komt nog wel een keer goed. Hoor.